Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik heb voor jullie vandaag een hele stapel met planner goodies van Heidi Swap. En die wil ik met jullie doornemen van nou, wat heb ik allemaal gekregen? Het is echt superveel. Dit heb ik gekregen op de Creativation samen met een berg planners. En ik wil het even uitpakken met jullie en even kijken van wat zit er nou allemaal in en waar is het geschikt voor. Dus dat ga ik met jullie doen. Ik heb hier wat stickers, die heb ik al uitgepakt. Ik ben bang dat daar de verpakking al van weg is, want deze heb ik achter in mijn planner altijd zitten. En dit zijn stickertjes, die zijn dus ook al een beetje gebruikt. Dit zijn doorzichtige stickers met allemaal appointment, klokjes, winkelwagentjes, boodschappen, tasjes, checkboxjes en dollartekens. Dit is er eentje met reminder, cadeautjes. Ik zal hem iets meer inzoomen, misschien dat dat beter te zien is. Zo, niet te dichtbij. Cadeautjes, cameraatjes, geotags, dus de locaties, vliegtuigen en dan plusjes en hartjes. Dus dat is voor dokter of tandarts bijvoorbeeld, kan je zelf beslissen. Dit is een hele dikke cardstock stickervel wat erbij zit met checkboxen. Dus dat zijn echt wel hele dikke stickertjes van mooi wit papier. Hartjes, sterretjes, punaises, geotags, vinkje, flits, lampje en dan weer sterretje, punaise en een checkboxje. Dan zitten daar ook wasi-stripjes bij. Dus dat zijn deze. En altijd wat lastiger om te ontdoen van hun plak. Tenminste om van het velletje af te krijgen, zeker als je geen nagels hebt. Maar dat zijn wasi stickertjes. Heel dun zijn die. En ik bewaar ze in mijn planner. Dan iets uitzoomen weer. Ik gebruik deze planner. En daar heb ik ze in mijn voorkant heb ik ze zitten. Zo, die doe ik terug in. Dus dat zijn die. Dat waren de stickertjes. Ik hoop dat hij het nog doet. Moet hij nog wat opnemen? Ja. Dan heb ik gekregen clear dividers. En op de achterkant kun je een beetje zien hoe ze eruit zien. Dus dan kan je zelf. Die zijn voor de personal planner zijn die. Zo. Dus die kun je dan zelf wisselen nog. Zou er nog een plasticje af moeten? Zo te voelen. Niet, denk ik. Of wel? Ja, zo te voelen wel. Er moet nog een plasticje vanaf. Dan worden ze een stuk helderder nog weer van. Deze is love. Ik ga niet alle plasticjes er alvast afhalen. Want ik ben bang dat ze beschadigen. Keep going. Believe in yourself. Every little thing is going to be alright. De streepjes met de bloemetjes. Superleuk. Happiness itself is a form of courage. Dus dat zijn de dividers. En dan kun je dus je planner erbij pakken. En zeggen van nou, ik wil heel graag in plaats van maart. Of ik wil heel graag nog een extra divider achterin hebben. Voor extra dingetjes. Dan kun je dus heel simpel gewoon een planner tapje toevoegen. En dan heb je een extra tapje die je nog kunt voorzien van een stickertje of van iets anders. Extra tapjes toevoegen, bijvoorbeeld een adresboekje of een mealplan bijvoorbeeld zou je toe kunnen voegen. Dus dat is helemaal leuk. Ja. En dat zijn dus de clear dividers. Er staat verder niet bij wat voor stijl het is. Het is 315155. Dat is de code, maar er staat verder geen naam of wat dan ook bij. Dat zijn deze. Dan zijn er ook page protectors. Die passen in de A5 en in de A6 planners, de personals.
Je hebt twee soorten erin zitten. Eentje met twee vierkantjes van 3x3. En eentje met drie vierkantjes van 2x2. Dus daar kun je van alles in stoppen. Vooral fotootjes en kaartjes. En ze hebben dan matchend bij deze inserts hebben ze dan nog extra kaartjes. Even kijken of we die ook open kunnen maken. Er zitten grote kaartjes in. Life is a crazy adventure. Ze zijn echt heel stevig, dubbelzijdig dus. Een ruitje met een hartje. Make it happen. Achterkant zijn dus allemaal die stipjes. Be kind to yourself. Never give up. Blessed. Een N-teken en een ster. Dat zijn de grote. En dan de kleine. Life is for living. Happiness is a form of courage. De achterkant zijn streepjes. Love your life. Enjoy the little things. Dream all the dreams. Hello, gorgeous. Just do you. Tomorrow is a new day. Love your life. XOXO. Be the best version of yourself. Choose happy. Treasure your now. Adventure. Love. En een hartje. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Ik zal ze iets omhoog doen. Maar over het algemeen word ik hier heel blij van. Al deze kleurtjes bij elkaar. Vooral dit teal en zwart-wit en roze. En dan goud erbij. Ik zeg Heidi Swap, goed gedaan. Echt super leuk. Niet ook alleen maar voor in je planners natuurlijk. Maar ook gewoon leuk voor scrapboeken en natuurlijk pocketpages. Dus super leuk deze. We gaan er weer terug in. En die kunnen dus in de hoesjes van de A5 albums. Maar dus ook in de hoesjes van de 6x6. Of de 6x6. De personal planner, de A6 planners. Dus dat zijn deze. Even goed erin doen. Het is echt stevig karton ook trouwens. En staat erbij hoeveel? 24 kaartjes. Dit zijn 6 hoesjes. Dit waren 6 dividers. Dan is er nog een pouch. Recipe, catch it all, wordt het ook wel genoemd. Deze stop je in je planner. Oh, even focussen, planner. Ik kon het niet aan, denk ik. Ja, daar zijn we weer. Een plastic hoesje met drie tapjes. Waar je bonnetjes en dingetjes in kunt stoppen. Van een plastic. Heidi Swap op de achterkant. En die stop je dan zo in je planner. Ook deze kan in de A5 en in de personal. Dat is deze. Dan heb ik hier twee notitieboekjes. Insert en stickers. En dan heb ik hier een craft variant. En hier een witte variant. En wat je dus doet met deze. Als je hier dus een planner hebt. Dan kan je eventueel deze al... hier in de dingen stoppen. En dan kan je hem zo, heb je dan altijd een noodblok met gaatjes. Het verbaast mij wel dat deze maar twee gaatjes heeft. En dan ga ik even kijken of dat die dan... Dan moet je dus zelf altijd nog een gaatje erbij maken. Dat is apart zeg. Of misschien dat je hem dubbel... Nee, je moet er altijd een gaatje bij maken. Heel apart. Want alle gaatjes, alle planners hebben vier rings. Dus dat is deze. Er zitten stickers bij. Met duim omhoog, applaus en sterretjes. Dus dat is zo beter te zien. Dus dat is een heel boekje. Het is ook heel mooi stevig papier, dat wel. Notitieboekje. En op de achterkant Work Hard, Stay Humble. En het heet Insert and Stickers for Use with Memory Planner. En op plaatje staan wel vier gaatjes. Ik heb samples gekregen.
zou zomaar kunnen dat die... Dat deze niet goed is, dat er officieel 4 gaatjes in horen. Want hier op de achterkant staan wel 4 gaatjes afgebeeld. Voor daily ideas and inspiration. Goals. En dan hebben we hier nog een craft variant. Die vind ik heel erg leuk. Ik heb hem al ergens gebruikt. Je kunt deze losmaken en er tussen de gaatjes stoppen. Ook deze kan met dat kartonnetje zo achterin. Maar je kunt dus overal, dat je zegt, oh, ik moet eventjes een los notitiedingetje toevoegen. Kan je zo, maak je hem open en dan doe je er zo even een extra blaadje tussen. En dan zou je eventueel, als je klaar bent, hem nu weer uit kunnen halen. En hij zegt, oh, ze zijn anders. Today I'm thankful for, grateful for, beautiful reasons to smile. Make me smile, alleen een hartje. Little things I'm grateful for. Love. En deze is dan weer hetzelfde. Deze misten we nog. Gratitude moments. Die had ik al een keer gebruikt. Dus die zijn allemaal om en om. Superleuk deze dus. Met kraftpapier. En hartjes. Of hartjes. Ja, heel veel hartjes. En tekens en pijltjes. En deze zegt dat hij 157 artikelen heeft. Velletjes, papier en stickertjes neem ik aan. En deze heeft er 156. Die zal 1 velletje minder hebben. Misschien een stickertje minder. Dat kan ook. Dus dat is deze. Dus dat zijn 2, hoe noemen ze het? Insert en stickers. Dat zijn die. Die zijn dus voor de A6 planner. Maar de gaatjes komen ook overeen met de grootte. Dus die zou je daar eventueel ook voor kunnen gebruiken. Dan hebben we nog de planner inserts. En dit zijn de, staat er niet op, maar dit is dus de shoppinglist. Er zit een heel mooi dividertje zit erbij, give it all you got. Ook deze heeft zo'n kartonnetje waarmee je hem achterop erin kan schuiven. Met gaatjes erin. Week off, dus dit is exercise plan, weekly plan. En dan hier verderop zit shoppinglist. En meal plan. Dus dit is een meal plan met shoppinglist. Dus die kan je aanvullen voor in je planner. Deze zit van origine in deze planner erbij. Dus die kan je aanvullen daarmee. Of in een andere planner natuurlijk ook gebruiken. Dus dat is die. Dan hebben we notepads in craft. En in wit. Ik zal de witte erbij pakken. Die heb ik in mijn eigen planner gestopt. Dat zijn deze. Dit zijn dus hartjes en bannertjes, cirkeltjes en lange. Het zijn geen sticky notes. Ze zijn echt notepads. Dit zijn kleine grote labeltjes, bannertjes, cirkeltjes en vlaggetjes. Dus dat zijn die. En deze heeft 8 notepads. En deze, de witte, heeft er 6. Dus die zijn ook, die kan je zo met onderkantje en al zo in je planner stoppen. En ik heb ze iets vastgezet aan mijn achterkantje. Met een paperclip. Dus dat zijn de notepads. Dat zijn deze. Dan hebben we stickertjes. Ik heb glitter letterstickers gekregen. Superleuk. En ik heb ze stiekem al gebruikt. Alleen niet in mijn planner. Ik heb ze gebruikt voor mijn Project Life. Hele mooie, hele fijne gouden stickertjes. En tielkleurige stickertjes. En gelukkig zitten er heel veel cijfertjes in. Echt de onderkant zijn cijfers. Dus daar kan je voorlopig wel wat mee. Maar ze zijn mooi klein. Onderste rij is hartjes. Echt een heel leuk alfabetje. 330 stickertjes zitten erbij. Dus er zitten gouden en blauwe zitten erin. Glitter letterstickers heten deze. Dus die zijn gewoon leuk voor natuurlijk je pocketpages, maar ook voor je planners. En dan de datum stickertjes. 924 stickertjes krijg je. Voldoende voor een heel jaar aan alfabet. Je hebt 1, 2,
drie, vier keer deze grootte. En daar staat dan 1, 2, 3 keer een maand op. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Dat zijn die cirkeltjes. Die kunnen in de. Al die cirkeltjes zijn in alle planners even groot. Dus die passen daar mooi in het goud. En de hele kleintjes. Die zijn voor in de maanden. En daar zitten bij deze ook hartjes en smileys. En geotags en sterretjes nog bij. Super leuk. Vooral die smileys. Kijk, die smileys zijn echt zo leuk. Ik hoop dat het zichtbaar is. Echt heel erg leuk, die smileys. Dus dat zijn de clear date stickers. Het kost je wel even wat tijd om al die stickertjes te plakken voor de hele maand. Voor het hele jaar. Het heeft me een uurtje of drie gekost. Maar dan was ik ook met kindjes bezig enzovoort hoor. Dus tussendoor in de woonkamer heb ik het gewoon geplakt. Was aan de andere kant ook wel weer fijn om te doen. Gewoon lekker stickertjes plakken. Dus dat zijn die. Dan hebben we stempeltjes. Ik heb drie stempelsetjes gekregen. Deze. Even kijken, er staan geen benamingen bij. Dus dat is wel een beetje lastig. Deze heeft stickertjes als Date Night, Naptime, Love It, Yay, Bring on the Weekend, Boss Babe, een hartje, Yes, Goals, Let's Run Away, Party Time, Overslept, Day Off, You Got This, Friday en sterretjes. Een hele leuke. Dan heb je deze. Dit is een beetje een treffelachtige. Important appointment, save the date, special event. Dus het staan er echt een beetje op tickets gebied. Remember, een pijltje waar je kunt invullen. Een speech bubble, chevrons. Een autootje. Een vliegtuigje met een postzegel dingetje. Een checkmark. Checkboxes, een klokje, een hartje en een lampje. Dus dat is die. En dan heb je ook deze. Die vind ik heel erg leuk, vooral voor journaling. Overwhelmed, underwhelmed, perfectly imperfect, highlight, lowlife, light, I can't even, can I have a do-over? Maybe tomorrow. Not the best day. Today was. This calls for chocolate. Do not disturb. Forget that. Need more sleep. TBH. Volgens mij betekent dat to be honest. And what a crazy day. Dus dat zijn de stempeltjes. Die een beetje, ja, vooral voor journaling. Voor achteraf dat je echt erbij zet. Ach, can I have a do-over? Kan het morgen opnieuw? Ik heb meer slaap nodig. Dit is te veel. Echt een beetje... niet alle dagen zijn allemaal even jee en joepie. Dus dat is super dat daar ook stickertjes voor zijn. Dus dat zijn deze. Ik ga ze allemaal weer netjes terug doen. Ik heb de eerste set met stempeltjes heb ik al gebruikt. Ook in mijn, die heb ik gebruikt in mijn Project Life. Ik heb de jee gebruikt. Love It en Boss Babe. Dus die waren op dat moment heel toepasselijk. Vooral in Project Life, die zijn die kleine stickertjes, stempeltjes. Die doen het echt, echt super leuk. En natuurlijk Heidi haar handschrift. Dus dat is helemaal leuk. Maar ook natuurlijk voor in je planners. Super. Nou, die wilde ik niet terug in. Dat gaan we zo netjes doen. Dan heb ik ook houten stempeltjes. En die moet ik nog even openmaken. Daar zitten 12 houten stempeltjes in. Die zijn echt heel... klein, maar super makkelijk om mee te nemen daardoor. Op de voorkant staat wat erop zit. Dit is een cadeautje. Een checkboxje. Bovenop staat het ook nog. Een sterretje. Een zonnetje. Ik zal ze even zo neerleggen dat je kunt zien wat erin zit. Ze zijn echt heel klein. Een checkmarkje. Echt heel klein. Zal ik kijken of ik verder kan inzoomen erbij. Beetje duidelijk is. Zo. Een checkmark. Een geotag. Een klokje. Een gewichtssymbooltje. Dus als je gaat sporten bijvoorbeeld. Een boodschappenkarretje. Een hashtag. Een hartje met daaromheen een cirkeltje. En een lampje.
Dus dat zijn de kleine houten stempeltjes. Als icoontjes en dingetjes. Die zijn heel makkelijk te gebruiken in planners. Omdat ze zo ontzettend klein zijn, heb je niet nog een apart blokje nodig. Gewoon een stempelpadje en stempelen maar. Dus dat zijn de stempels. Dan ben ik door mijn goodies heen. Ik vond het er aardig wat, dus ik ben er heel blij mee. Ik heb één setje nog gekregen. Wacht, die vergeet ik. Ik zal even uitzoomen weer een beetje. Ik heb ook nog één set met stickers gekregen. Of heb ik die al laten zien? Of durf ik die niet te zeggen? Dat zijn deze stickers. Dat zijn washi's, reminder, appointment. Dus dat zijn deze. Ik doe al mijn filmpjes op dit moment achter elkaar opnemen. Dus ik weet niet meer wat ik in welk filmpje heb laten zien en wat ik nog niet heb laten zien. Maar dat zijn deze. Ik heb nog één insert zie ik hier liggen. En dat is de bucketlist insert voor de A5 planner. En daar zit op Life is Good. Oh, daar zitten ze allemaal in. Family planner. Dit is een grote dashboard met Life is Good. En ze zitten allemaal aan elkaar. Dit is bucketlist. Een doelenpagina, goal worksheet. En een familie schedule zit erin. Dus die zitten er nog, die zitten los verkrijgbaar. Dus dat zijn deze. Dit zijn alle goodies, eventjes spieken. Ja, dit zijn alle goodies die ik gekregen heb van mevrouw Heidi Swap of van American Crafts. Die waren zo lief om dit allemaal mee te geven aan de beurs. We konden het net aan meenemen in de koffers. Dat kon ik natuurlijk niet achterlaten. Vinden jullie het leuk dit soort filmpjes te zien? Laat het me weten. Geef me een thumbs up. En abonneer je op mijn kanaal. Ik ga een paar van deze spulletjes weggeven. Inclusief nog wat planners die ik gekregen heb. Je kunt andere planners vinden in een afspeellijst van planners. En daar vind je alle reviews van alle andere planners. En er komt nog een hele grote giveaway aan als ik alles doorgekeken en gebladerd en beschreven en bekeken heb. Want ik ga ook even nog wat pagina's beschrijven. Maar dat doe ik natuurlijk niet in de planners die ik weg ga geven. Die blijven gewoon gloedje nieuw. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!